Als je kijkt naar het hele spectrum van digitalisering, dan zijn er verschillende technologische trends van belang. Ik noem bijvoorbeeld Internet of Things, robotica, virtual and augmented reality, 3D-printen. Kop en schouders daarboven is de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, met name zelflerende machines, dus dat systemen leren op basis van voorbeelden. En waarom is die zo belangrijk? Omdat je in ieder van de gebieden die ik zojuist noemde, dat voorbij ziet komen. Dus de snelle ontwikkelingen in al die andere gebieden van digitalisering worden gevoed door de opkomst van de zelflerende machines. Dus je hoeft een computer niet meer precies te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Dat leert hij op basis van voorbeelden. Op basis van voorbeelden, op basis van interactie met de wereld, maar ook in interactie met elkaar. En hoe meer mensen deze software gebruiken, hoe beter het wordt. Hoe beter het wordt, hoe meer mensen het gaan gebruiken, et cetera. En dan, als dat vliegwiel in beweging komt, dan neemt het een enorme snelheid. En dat ga je de komende 5 tot 10 jaar zeker meemaken.